Welkom terug bij Uncharted Drake's Fortune. We gaan verder. Kijk eens die mooie zon. Dit is de vijfde aflevering. En we zitten ook in af. Of. Oké. Wat gaat de camera allemaal doen? Ik kan niet zien waar ik aan het heen lopen ben. We zitten in het vijfde hoofdstuk. The Fortress. Nou ja, je kan wel zien waarom het The Fortress heet. We moeten gewoon. Hier omhoog. Juist. Right. Tot nu toe vind ik dit spel heel erg leuk. Maar zoals ik al eerder had verteld, had ik moeten swingen hiermee. Moeten dan iets lager, denk ik. Zoiets. Alright. Zoals ik al had verteld. Had ik niet verwacht dat er zoveel, zeg maar, schieten in voor zou komen. Weer terug. Ik denk toch. Ik denk dat we doodgaan als we dit proberen. Misschien naar beneden. Oké, dan gaan we sowieso dood. Waarom pakt hij zich rechts aan vast? Oh wel. Dat begrijp ik niet helemaal. Het is volgens mij de 12e keer dat ik dood ben gegaan in dit spel. Ik weet niet of dat goed of slecht is. Waarschijnlijk slecht, maar. Het is ook wel de allereerste keer dat ik dit spel, hè. Wow, oké. Wee, there we go. Kan je daaraan. Man. Wow, oké. Ik zie geen andere optie. Ik ga het gewoon proberen. Oh! Dat was toch niet te zien zo? Oké. Wow. Oké, dat was niet goed. Oh wauw, weer opnieuw. Ik weet even niet wat daar gebeurde. Waarschijnlijk drukte ik te vroeg op kruisje. Maar oké, we kennen nu in ieder geval de route, dus dat is fijn. Oh, dit is een beetje apart deze physics, maar oké. We'll take it. Alright. Dit ding kan je echt niet zien gewoon. Goed gecamoufleerd. Oké, rustig. Naar beneden, naar boven. Heel goed. En dan kunnen we hier zo naar boven. Alright. Wat nu? Wat is hier? Het is in ieder geval vrij donker. Oké, hier kunnen we niet doorheen. Dan gaan we gewoon hierheen. Oh, damn, die zon. Hier weer naar buiten. Ah, dit is toch wel een plek waar je iets zou verstoppen, hè, als gamemakers. Maar oké. Oké, dan niet. Bob. Oké. Let's go. Jee, van de ene naar de andere. Wat doe je? Oké. Wow, dat ding valt ook pas naar beneden als je al gesprongen bent. Dat is wel interessant. Om hem dat laten vallen ben ik geen fan van. En dood. Wauw. Oké.
Maar je kan ook gewoon kruisje en naar beneden doen. Hetzelfde resultaat. Rennen! Oké. Okay. Hij pakt zich nog steeds zo laat vast. Ja. Oké. Nu even een goede aanloop. Of ik moet iets later springen, denk ik. There we go. Oké. Oh, dat ding zag ik helemaal niet. Waar is de ondertiteling trouwens? Options. Nee, niet audio display. Game. Waarom staan de subtitles off? En wat is photo mode? Oh wel. Oh! Oké, okay, je kan de difficulty gewoon aanpassen. Dat is best wel nice. Dat is een goede feature. Papa, ik zie iets glinsteren. Pak maar die granaten. Hoe zit het met de kogels? Oké, okay, redelijk. Ik ben op zoek naar van die collectibles, maar... Oh, nog een granaat. Hebben we nog iets hier? Nee. Ik dacht dat ik hier wat zag glinsteren. Oh, hallo! Ja, oké. Okay. Ik zag ze gewoon niet. Kom op, hoe is die gast niet dood? Is hij wel dood? Oké. Okay. Weg hier. Ik moet bijna fout. Moment. Komt die linker vandaan? Oh boy. Gaan we weer. There we go. Oh great. Ah, daar ben je. Oké. Wat? Wat? Kogels. Waar nou weer? Oh my god, ik word hier. Here we go. Nee, ik vind dit een lekker wapen. Geen klachten. Shotgun. Nee. Heb ik die kogels? Ja, oké. Okay. Hoe reload je ook weer? R1. Right. Oké. Okay. Het is weer een weekje geleden dat ik dit heb gespeeld, dus... Wat is hier? Ah, kom op. Hoe kan je hier geen collectible? Oh, man. Dit spel is te ingewikkeld.
Ik dacht dat je daarheen moest springen, maar blijkbaar niet. Oh, kogels. Nice. Hier naar beneden. Er zijn sowieso nog meer mensen. Zag ik daar iets? Oh man, ik ben tegelijkertijd wil ik ook al die collectibles, maar ik heb geen idee waar ze verstopt zijn. Oh man. Andere. Oh, zo deden we dat. Oh wow. Okay. Whoa. Oh. There we go. Hoe is die gast niet dood? Dat werkt niet zo. Terug. Oh nee, slecht idee. Slecht idee. Oké. Okay. Pak die ammo. Hoe deze gast nog niet dood is. There we go. Nee. Nee. Waarom gooi je wapen ook zo weg? Wat is dit? 3 kogels en 0. Maar ik zag hier ook iets. Wat is hier? Kogels? Collectible? Allebei? Wat is hier? Oh, what the hell? Oké. Gewoon niks dus. Daar komt het op neer. Oh, hier. Was dat hier? Oh wel. Oké, hoe gaan we dit doen? Oh, ik dacht dat dat zo'n barrel was. Dit is problematisch. We hebben een granaat. Oké, okay, dat lost in ieder geval één probleem op. Waarom kan ik geen kogel? Waarom heeft niemand kogels hier? Oké, okay, ik pak dit pistooltje wel. Oh, dat was nice. Oké. Okay. Hoeveel kogels zijn er? Oh, 29. Dat is best veel. Ammo. Dan gaan we verder met het pistooltje. Alright. There we go. Yeah, okay. Ah, man. Is het doolhof altijd. Wat gebeurt als we hier omhoog gaan? Volgens mij moet ik naar die toren toe, maar... Ik wil wel even kijken of er nog iets was. Hier.
Man, waar zijn al die collectibles? Oké. Never mind then. Anders ga ik er ook gewoon niet meer naar zoeken hoor. Dan ben ik gewoon klaar mee. Wij moeten naar deze toren. No sign of her. It's either very good or very bad. Moeten we hier omhoog? Maakt dat niet zoveel uit. Oh, hallo. Pinto! Zia Baini, Pichara Sekara! Ah, crap! Zia Lalo! Chepatan, Buka Pinto! Ah, Tai! It worked! There he is! Up there! Get on the gun! Oh boy. Het werkte niet zo als hij in gedacht had. Wat is dit ding? De West 44. Ik heb het idee dat dat een goed wapen is. Oh shit, ik heb geen ammo. Kan ik dan... Ja, oké. Of zo. There we go. Nee, ren door de... There we go. Oh damn it. Nu zit ik zonder één kogel, zonder granaten. Oh man. Oh, omdat ik hem niet af. There we go. Oh, waar komt dat vandaan? Wat doe je allemaal? Ik zie niemand. Where are you? Ik weet dat er iemand is. Ik weet niet waar. Nee, misschien niet. Oh, hallo. Ik heb geen shotgun. Alhoewel ik wel heel graag kogels wil. There we go. Micro SMG. Alright. Ergens nog iemand wat kogels. Nee. Ja, oké, die hint begrijp ik, ja. Maar ik ben even ook op zoek naar andere dingen. Kijk, hier was ik naar op zoek. For the love of God. Oh damn. Oh damn. Hoo-hoo-hoo. Oh.
Sun Monkey it up. Take him down. There we go. Nice. Grenade. Okay. What's it doing with the other stuff? No holes. Okay. This have another. There we go. Zo los je problemen op. De grenade launcher. Of de AK. Grenade launcher. Alright. This place could use a good plumber. Ik weet dat dit een plek gaat zijn met heel veel problemen. Ik ben aan het denken, kunnen we beter de AK gebruiken of de grenade launcher? We zullen het zien. We gaan het meemaken. There we go. De drama is begonnen. Het is ook lekker donker hier, altijd fijn. Te veel mensen. Ik heb nog 3 kogels. Het ergste is dat hij nog steeds niet dood is volgens mij. Oh hallo. Oh my god. Nee. Hoe gaan we dit oplossen? Ik heb geen ammo. Ik heb helemaal niks. Oké, dit is zeer problematisch. Dit is zeer problematisch. Oh ja, en dan druk ik ook nog op verkeerde knopjes. Oh man. Ik ga de AK halen. Ik doe erover uit. Oh, mijn AK is weg. Oh, damn it. Oh, man. Kijk, ik heb in ieder geval 1 extra granaat. Of ik moet dit pistooltje oppakken, maar... Is hij nou dood? Ik kan het echt niet zien. Deze gast wil niet dood, die heeft geen zin. Oké, 2 kogels. Waar is je ammo? Kom op. Ammo. I don't care. Hoppatee. Het is wel echt puntje van je stoel werk. Ah man, waarom rennen ze zo heen en weer? Wat is dit? Wat is dit voor geavanceerde techniek? Oh, ik gooi er per ongeluk 2, dammit.
Oh man. Waarom? Kogels, kogels, kogels. 21, oké. Okay. Beter dan niks. Oké, okay, shotgun. Oké, okay. Muziek is opgehaald. Man, ik haat dit. Waarom wordt de ammo niet gewoon duidelijk aangegeven? Ik word hier zo. Oh man. Hectiek. Ik heb kogels nodig. Misschien kunnen we... Ja, oké, okay, deze heeft 30 kogels. Daar kunnen we wel even mee verder. Er is nog ergens kogels, nee. Oké, okay, dan gaan we omhoog. There we go. Goed gedaan. Oei. Oh. Alright. Ik hou van die draaiende camera's. Echt heerlijk. AK-47, ja. Graag. Waarom? Oké. Dat is weird. Nog meer mensen? Oh, dit ken ik nog wel. Hier moet ik iets doen. Ik heb zelf al een playthrough gezien, dus daarom weet ik af en toe een beetje wat ik moet doen. Niet heel erg goed, maar wel een beetje. Well, ik denk dat we hier toch wel op kunnen. Nope. Oh, I don't know. Volgens mij moeten we daar op. Man, waarom is dit spel zo donker? Je kan toch makkelijk die tralies gebruiken, wat is dit? Oké. Okay. Ah, hier. Nee, waarom kan je nergens op? Wat is dit? Kan je hierop? Nope. Dat haat ik zo in dit spel. Je kan niet makkelijk rondkijken, zeg maar. Je kan niet makkelijk om je heen kijken. Hierop. Nou, oké. Okay. Bro, hoe wil je dat zien? Het is allemaal zo donker. Ah. Misschien moet de brightness wat omhoog. Nope. Waar blijft dat water? There we go. Kijk, nu komen we nog eens ergens. Wee. Oh, hallo. Waarom kan ik hier niet gewoon opspringen? Wat is er mis met Nathan? Oké, dit zie ik wel. Hop. Here we go. Alright. En dan kunnen we door. Vorige aflevering had ik... trouwens in twee geknipt. Die was in totaal iets van 45 minuten. Die heb ik in twee geknipt. Wat? Drake, wat is jouw probleem? Nathan. Hoe kan die kant zijn? Oké, okay, dat verklaart een deel van dit probleem. Maar dan... Ah, dat is die poort, daar komen we vandaan. Ik ben wel echt super goed in dit spel.
Maar oké, Unlocking the Past. Dat is voor de volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het kijken. En alsjeblieft niet te veel haat op mijn Uncharted skills. En dan zien we elkaar voor de volgende keer weer. Dus bedankt voor het kijken en tot dan.